Goed, dit is al mijn nieuwe R1200 GS uit 2011. Ik heb hem nu iets meer dan een week. En ik heb halverwege de eerste tank zo'n beetje. Ik moet zeggen, hij bevalt erg goed. Hij rijdt lekker. En ik ben een beetje aan het experimenteren met de ruit. He, van, ik heb nu in de laagste stand staan. Dan heb ik minder herrie aan mijn helm dan als hij helemaal omhoog staat. Ik heb de flip-up heb ik eraf gehaald, maar die ga ik er toch weer opzetten. Het gekke is deze ruit, hè, dat is een puigruitje. Die is net zo hoog als de originele ruit. En ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom koopt iemand een andere ruit van een ander merk als die net zo hoog is als het standaard ruitje is. Dat snap ik eigenlijk niet zo heel goed. En je zou meestal verwachten als mensen een andere ruit hebben, dat is meestal te laag of wat dan ook. Dan gaan ze gelijk voor een Avenger-achtige ruit of nog zo'n veel grotere. Maar ze hebben gewoon dezelfde ruit gekocht, ongeveer alleen getint. Nou, die BMW zelf ook. Dat zal waarschijnlijk wat te maken hebben met de prijs. Nou, wat zal ik zeggen? Na de eerste paar honderd kilometer. Zoals ik zei, hij rijdt erg goed. Het enige wat ik een beetje apart vind, is als je hier naartoe gaat. Ik heb daar een klok staan, de gemiddelde snelheid, het verbruik. Ik kan alleen het tankgemiddelde aangeven en ik kan niet instellen, ik wil het actuele verbruik zijn. Ik heb in de handleiding gekeken, maar ik kon het daar niet echt vinden. Misschien dat dat op een andere manier kan of helemaal niet mogelijk is. En dan hoor ik het wel in de comments. En wat ik ook altijd apart vind is, altijd gaat hij, als je contact aan en uit doet, gaat hij terug naar de totaalteller en niet naar de dagteller. Dat vind ik eigenlijk jammer. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij gewoon de laatste stand vasthoudt. En dus de bandensparring, ja, dan moet een beetje, ik zie dat hij alweer wat aan de zachte kant is, dan moeten we weer een beetje bij. Niet zo heel veel hoor, maar wel wat. De temperatuur van de olie, of de buitentemperatuur. Hartstikke leuk, met klok. Ik vind het wel fijn hoor, om te zien hoe laat het is. Op een makkelijke manier, hoeveel benzine ik nog heb, halverwege de tank. Wat de temperatuur is van de motor. Vind ik toch wel een heel fijn verschil met de vorige motor. Ik heb de TomTom er ook even opgeschroefd. Nou, dat ging eigenlijk heel makkelijk, gewoon een kaartje onderdoor. Aan deze kant. Zo onderlangs, huppakee, daar naartoe. Dus eigenlijk heb ik helemaal geen kosten gemaakt om mijn TomTom erop te kunnen zetten. Je hebt wel een officieel systeem met zo'n beugeltje wat hier aan zit en zo. Waar ze dan dik 130 euro voor willen hebben. Ik heb gewoon zo'n goedkoop ticketje genomen wat 15 euro is. Zo'n standaard ding. Nou, ik vind het wel goed zo. En het werkt eigenlijk wel goed. Het valt me ook op dat de teller behoorlijk nauwkeurig is. Dus wij spreken, als hij echt dik 80 aangeeft, dan zit je aan de 78, 79 echte kilometers op de TomTom, die ongeveer maar 1% afwijkt. Dus ongeveer een naaldikte voorbij de 80 en dan zit je op 80 echte kilometers. Dat is wel een verschil met de R850. Ja, die wij spreken, die gaf echt een stuk te weinig aan. Dus als je wij spreken daar 80 reed, dan reed je het echt nog maar 73, 74 kilometer. Goed. Nou, ik heb nieuwe handvaten gekregen. Want die waren bij de proefrit waren ze gebleken stuk te zijn aangegeven. Ze hebben ze besteld. Hebben ze er ook opgeschroefd. Die zitten er nou op. Zo te zien origineel. Ze doen het ook. Dus daar ben ik eigenlijk wel blij mee. En na 100.000 kilometer en 10 jaar kunnen ze natuurlijk wel een keertje stuk gaan. En het is ook een vrij prijzig verhaal. Als je ze moet kopen origineel. En op zo'n motor koop je ze origineel en niet van die aftermarket setjes, dat doe je maar op een goedkope Japanse motor of zo, waar dat niet nooit opgezeten heeft. Dan zou ik ervoor gaan om het voor origineel te gaan doen. Nou, deze motor heeft ook een puighugger. Ja, wat zal ik ervan zeggen? Ja, je merkt er eigenlijk geen ene bars van. Maar wat wel opvalt is dat het aluminium al behoorlijk verweerd is. Misschien dat ik dat er nog eens een keer af ga halen. En ik heb dan gaat polijsten of zo.
En dan iets van blanke lak erop, zodat er helemaal niks mee gebeurt. Ik heb deze motor gekocht. Vrij scherp gekocht, tweedehands. Hè, want bij spreken normaal doe je voor dit soort motoren. En ik wilde per se een DHOC hebben, hè, dat kun je zien. Dat loopt recht naar beneden, zo. Die andere lopen zo. Van de aansluiting van het kapje van de boezie. Waarom wilde ik zo eentje hebben? Ik wilde die hebben vanwege een aantal redenen. De eerste reden was, die slinderkop is veel beter gevormd. Hij is minder kritisch op de benzine. Ze raden wel aan om 98 in te gooien. Maar als je er toch 95 in mietert, schijnt dat minder vervelend door te werken als jij een andere zou kiezen. Maar goed, ik gooi er toch altijd 98 in, want ik wil geen... Want ja, ik wil eigenlijk, als het even kan, geen E10 erin hebben. Dat wil ik gewoon niet. Ze zeggen dat het er wel tegen kan, maar ik wil dat gewoon niet. E10 is gewoon rotzooi. Geschikt om de barbecue aan te steken en voor de rest eigenlijk niet. Een ander voordeel is, hij heeft ook veel mooier vermogen. Als je de koppelcurves neemt van deze R1200, dan zie je dat hij best wel wat deuken en... wat deukjes in zitten. Nou, deze nieuwe koppen die strijken dat ook weer eigenlijk weer een stukje gladder. Dus de vermogensafgifte is weer wat vloeiender. Als je gewoon rijdt, merk je er geen ene fluit van als je op een 2004 of 2005 model rijdt. Dus daar hoef je het niet voor te doen. Maar ja, goed, het zit erop, hè. En deze motor is eigenlijk van alle luchtwater gekoelde lucht-olie gekoelde blokken eigenlijk de beste. Het meest doorontwikkeld in allerlei dingen. De eerste modellen tot halverwege 2006-2007, die hadden nog de vervelende ABS servo. Wat er dus voor zorgde dat jij natuurlijk, als ik een keer stuk gaat en ze gaan stuk, dan ben je gelijk aan de beurt. En de latere modellen ABS zijn veel beter. En deze heeft natuurlijk ook, als het goed is, het is een 2011 model, maar nog kijken. Of je ook echt een 2011 is en niet een overjarig model. Want het is ook een rode kleur. Niet iedereen vindt dat mooi. Misschien heeft hij wat langer in een showroom gestaan. Dat zou kunnen. Dan zou dat kunnen. Dan heeft hij misschien nog een tanklint. Maar kan ik weten dat hij ook al netjes de flotter heeft. Dan heb je een belangrijke... probleem heb je dan minder. Want die gaan dan wel eens stuk. Normaal betaal je voor deze dingen toch best wel stief geld. Hè? Ik bedoel... Deze laatste luchtolie gekoelde boxers. Die zijn bijna net zo duur als de eerste nieuwe generaties van de LC's. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Hè? Dat is natuurlijk wel een beetje apart. Dat jij natuurlijk, als je zo'n motor koopt, dat je dan in één keer een... Ze zijn behoorlijk waardevast. Toch heb ik het gedaan. Want ja, ik vind die LC's erg leuk. En ik heb er ook een proef gereden en je merkt wel waar ze weer wat verfijnder zijn. Maar ik vind dit gewoon leuker. Hier kan ik ook wat meer aan doen. Ik heb er ervaring mee. Hè. Ik heb al mijn gereedschappen al. Ik heb alleen geen spul voor de kleppen stellen, maar dat hoeft ook niet zo heel vaak. Want deze dingen verlopen ook niet zo heel veel. Die dingen hebben 100.000 gelopen. Deze is waarschijnlijk al een keer gesteld. Dus het enige wat ik moet doen is af en toe even controleren. Of het goed is, en voor de rest hoef ik er niet zo heel veel aan te doen. Dus dat betekent ook, als dat minder verloopt, dan heb je hier ook minder werk aan. Al is dat alweer heel minder, als bij de oudere modellen, waar je echt ieder jaar moet synchroniseren, wil je mooi lopend hebben. Dat heb je hier dus helemaal niet. Nou, dit systeem, dat is ook typisch vanaf 2010. Die kleppen gaan vaak vastzitten. Kost €350, zo'n nieuwe klep. Een heleboel mensen die trekken hem er tussenuit en die doen er een ander dingetje tussen. Nou, dat vind ik zelf niks. Maar goed. Dat is ook een dingetje. Nou ja, goed. Deze vrij nieuwe schijven. Die zijn dus eigenlijk zo goed als nieuw. Die zijn al een keer vervangen. Wat ik zo idioot vind, als ik een motor koop van... die zeg maar die 70.000, 80.000 kilometer heeft gelopen... Dan betaal ik zomaar 8.500-9.000 euro. En dan is de vraag, zijn de schijven wel gedaan of nog niet? De ene zijn de schijven 70.000 à 80.000 versleten, de andere pas bij 90.
Dan zit je echt in het overgangsgebied. Die hebben 100.000 gedaan, dan weet je gewoon, die zijn al gedaan. Nou, dat kun je ook goed zien. Die zijn ook gedaan. De uitlaten, nou, die zijn niet super mooi. Maar daar stoor ik me totaal niet aan. Kijk, want deze motor, omdat hij meer gelopen heeft en toch optisch natuurlijk wel de nodige beschadigingen heeft links en rechts, is de prijs ook flink lager. Ik heb meer mijn geld gestopt dat hij in het algemeen er wel redelijk goed uitziet. En dat hij toch onderhoud heeft gehad. Dan dat hij in principe helemaal blinkt en dat je en toch wel weer verrassingen komt te staan. Dat heb ik ook liever niet. En ik had ook gewoon een zak met geld achter. Want mocht er nu iets wat stuk gaan, heb ik ook gewoon in principe geld. Want ik heb dus al te geld bespaard. En deze banden. Ze zien er wat uit. Maar ik heb ze opgemeten. Ze zijn nog even goed, nog 4 mm voor en achter. Dus met andere woorden, ik rijd daar nog wel zeker dit seizoen er nog wel mee uit. En ondertussen de 5.000-6.000 rijdt. En door de corona, ja, is het toeren toch anders. Er wordt weer getoerd inmiddels, maar toch minder. Wat heb ik hier nog meer? Ik heb er ook een topkoffer bij. Die heb ik er nou af. Ik vind het niet prettig om in een koffer te rijden. Die doe ik er alleen op als ik daadwerkelijk spullen ga meenemen. Anders doe ik het gewoon niet. Zijkoffers, die heb ik niet. Dat is ook niet erg. Als je gewoon ziet dat je rustig 400-500 euro tweedehands betaalt voor een set. Gebruikte. En dan wil je echt heel mooi hebben, is het 700-800. En dan zit je aan nieuwe prijzen. Nou, voor die paar keer dat ik ze echt gebruik, ja, dan vind ik het zonde van het geld. Dat geld zou ik liever uitsteken in een nieuw zadel. De zadel is gewoon beschadigd en lelijk gerepareerd. Het is een standaard zadel, dus eigenlijk ritjes van een half uur tot een uur is er niks aan de hand. Maar ik voel wel heel duidelijk, zodra ik er echt anderhalf uur op gezet. Oké. Als je echt anderhalf uur achter elkaar erop zit, dan krijg je toch een beetje houten kont. Want je zakt als het ware dan door de vulling heen. De vulling is gewoon niet zo geweldig. Ik vind het ook eigenlijk best wel schande dat bij een motor die kaal, dus zonder de opties, 16.000 euro heeft gekost. Dat ze gewoon zo'n ongelooflijk derdrangs materiaal gebruiken. Ik heb ooit eens een keer zo'n GS naar een bekleder genomen. Die zei, er zitten alle goedkoopste vullingen in die je kan krijgen in de markt. Ik denk van, als je bijvoorbeeld zo'n Chinese klo-motor koopt, dan zit vaak een beter zadel op als deze dure A-merkmotor. Eigenlijk is dat gewoon heel slecht. Dus wat ga ik nou doen? Ik ga eens gewoon kijken of ik voor een mooi prijsje een verbeterd zadel kan krijgen. Ik heb al gezien dat Corbins die zijn amper te krijgen. Dat valt echt heel erg tegen. Het is er wel, maar 2 dagen zijn ze weg. Zeker als ze normaler geprijsd zijn. Als het ding normaal 700 euro kost en iemand vraagt daar 400-500 euro voor, dan zijn ze wel binnen een week zijn ze weg. En als ze nog goedkoper zijn, binnen een dag natuurlijk. Want iedereen zit natuurlijk op de spin. Want iedereen wil natuurlijk een beter zadel hebben dan origineel. De tank, 20 liter. Dat moet ik misschien even apart om te kijken. En je kan de benzine zien. Hè? Dat kan je zien. Grappig. Maar mijn vorige motor kon je het heel duidelijk niet zien. En dan kon je het gewoon niet zien hoeveel je nog had. En je had ook geen tankmeter. Dus dat was lastig inschatten. En de tank, dit is gewoon kunststof. En hieronder zit als het ware de kunststoftank zelf. Het is gewoon gescheiden van elkaar. Dus met andere woorden, dit is beplating, die kan je eraf schroeven. En met dit had er allemaal al afgehaald, aan de andere kant ook. Dan kan je dat zo een andere kleur geven als jij dat wil. Of stickers doen, of weet ik veel. Terwijl je tank gewoon blijft zitten. Vind ik wel een voordeel hebben, want natuurlijk. Want zo kan je natuurlijk wel heel makkelijk je motor optimaliseren in de kleur die jij wil hebben en dingen doen. Zonder dat jij bij stikken je tank moet laten leeglopen en allerlei toestanden moet doen. En als je een keer schade rijdt, ja, dan is je niet ook niet gelijk lek. Want meestal gaat de buitenkant eerder kapot dan de binnenkant. Dat hebben ze best mooi gemaakt. Nou, dan de opties. Nou, deze motor heeft originele LED-koppelingen of LED-lampjes. Op zich geeft er geen biet om. Maar ik vind het wel leuk dat ze erop zitten. Want ja, ze geeft ook een mooi licht. En de LED-koplamp. Of
achter is ook led. Geeft mooi helder licht, knippert mooi, is lekker duidelijk. Niet echt een toppunt van afwerking, zal ik maar zeggen. Goed. Nou, wat deed deze motor nog meer? Behalve de verwarming heeft hij ook ESA. En een die simpele computer die ik heb laten zien. Met de knopjes kan je bedienen. En een ABS-AAC systeem, dus een tractiecontrole systeem. Mocht je heel op een losse grond wegscheuren of wat dan ook, dan wordt het vermogen gewoon ingeperkt zodat je geen ongelukken krijgt. Vind ik eigenlijk wel een nuttige toevoeging. Maar dat waren allemaal opties. Hè? Dus wijs ik als je ESA en dat AAC systeem erbij kocht en een boordcomputer, want anders had je niet zo veel functies, dan zat je zo 18.000, 19.000 euro. En dan had je nog steeds geen koffer. Dus dat vind ik wel een ding. Maar ja, het is typisch BMW om veel geld te vragen voor de opties. Nou, voor de rest. Ik ben er wel tevreden mee. Hij rijdt mooi soepel. Je merkt echt dat ESA. Of ik er meer prijs ervoor over heb, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik merk wel verschil tussen comfort, normaal en sport. Het verschil is wel waarneembaar. En het grappige is, als je de belading doet in je eentje of met bagage of met twee man in bagage, dan merk ik ook wel dat er wat gebeurt. Het is niet zo dat er gewoon niks gebeurt. Dus dat is, ja. Maar sommige mensen zeggen ook wel, het is een reparatie van een slecht functionerend systeem. Van vering. Ja, ik vind het of het slecht functioneert. Omdat ik deze motor natuurlijk maar vrij kort heb en met demo-momenten rijd ik altijd wat voorzichtiger, omdat het niet mijn eigen motor is natuurlijk. Ik kan niet zeggen dat het een slechte vering is, absoluut niet. Als ik het vergelijk met een Yamaha MT-09 of zo, waar ik een tijdje alleen op gereden heb, is deze vering gewoon super. Echt, naar alle kanten beter. Of een 07, MT-07. Maar dat heeft ook te maken met de prijskaart. Ik bedoel, die motors die kosten minder dan de helft wat dit nieuw heeft gekost. Dus dat mag je natuurlijk ook niet zo rekenen. En sommige mensen zeggen, je kan beter een non-ESA nemen, want dan gaat het ook niet stuk. En dan kan je dat geld gewoon steken in betere schokdempers. Nou, als de vering er nu rijdt, heb ik dat ook niet echt nodig. Ik zou hooguit, als ik de ESA wel uit elkaar moet halen, want die motortjes die hieronder zitten, die gaan nog wel eens een keer stuk. Dan zou ik misschien zeggen, witte veer draait en zo'n paarse van Hyperpro erin. Zodat het nog wat scherper wordt, misschien. Maar voorlopig gewoon lekker niet. Het is ook een beugeltje wat off the market is. Ik snap de hele meerwaarde ook niet van, want hij ondersteunt de ruit niet. Hè? En je kan er ook geen navigatie aan hangen. Dus daar hoef je het ook niet voor te doen. Goed. Dan gaan we maar weer een stukje rijden. En zodra ik weer wat weten zwaardigheden heb, dan meld ik me wel weer. Ja.